Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van GTA 5. We gaan de getaway vehicle regelen en die gaan we dan nog even tunen. Dus dat gaat leuk worden. Maar dan wil ik wel een beetje een leuk voertuig, niet een bus. Een RA niet, want dat was te weinig, dat was te weinig zitplaats in dat ding. Wat ook wel klopt. Dus we zoeken een 4-persoons auto. Ik zoek hem het liefst nog een beetje snel, maar op het moment rijden die alleen maar pick-up dingen en SUV's en taxis rond. Dus dat is een beetje fucked up. Dus ik zoek iets moois. Wat ben jij niet? Damn, wat ben jij lelijk. Op een gegeven moment kom je alleen maar dezelfde type auto's tegen. Dat is echt helemaal fucked up in die game. Wat speel jij mooi banjo? Gitaar. Prachtig. Oké. Okay. Ik zie daar een potentiële kandidaat. Die heeft wel 4 zitplaatsen. Kom hier. Rennen Franklin, rennen. Daar is nu wel. Rennen. Niet op groen. Done. Give me the car, Tom. Oké, deze prachtige auto is nou van ons. Hoop ik. Wat zegt de game? This is not enough seats. Hey, dit fucking, er zitten plekken achterin. Oké, daar kun je niet fatsoenlijk zitten, maar er zijn plekken achterin, game. Niet gemeen doen. Nou, niet zo begin de game. Hetzelfde daar. Kijk dan, er zit gewoon een leuning en al in. Maar je moet er meer plekken in. 5 of zo, dat zou kunnen. Kijk, dat een coupé is, dat zie ik ook nog. Maar dan gaan we het rigoureuzer aanpakken. Dan pakken we een grotere auto. Oké, niet dat busje nu al. Fuck off, kutmuziek. Ah, hoor ik het daar nog in die andere auto? Ik kan wel een busje pakken, een BA-busje. We pakken dit ding wel, dat is het ding wat Jimmy heeft gejat. Gekocht. Soort van. Met insurance toen. En dat ging niet helemaal goed. Oké, deze kan dus als vehicle gebruikt worden. Dan gaan we nu deze tunen. Ja, ja. We gaan deze tunen, dus we hebben een eentje rijden. Oh, wat weer leuk. Dan gaan we hem ergens neerdonderen in de buurt van het FBI-gebouw ook trouwens. Dat is wel belangrijk om te melden, in de buurt van het FBI-gebouw. En ja, ik ben benieuwd hoe we wat allemaal verder. Want voor mij is dat het laatste wat we moeten doen, de getaway vehicle nog. De brandweerpakken hebben we, hebben de ID, we hebben voor de rest alles volgens mij. Dus het enige wat nog moet is de getaway vehicle. En daar zijn we mee bezig natuurlijk. Ik weet niet, als het goed is moeten we niks geen heat hebben überhaupt. Dus maakt het niet uit, hoef ik hem überhaupt niet te tunen eigenlijk. Maar hey, we zijn toch bezig. Ik heb al heel veel auto's getuned aan de ene kant. Puur voor de leukigheid eigenlijk. Dus laten we deze ook even zien. Dat is maar een kleine moeite. Dat moet geen probleem zijn. Verder hebben we ook nog een Solomon missie. Weer in de movie dinges. Dus dat komt ook nog wel. We gaan wel even kijken hoe het loopt in de game. Hoe en wat we allemaal precies gaan doen. Op welke manier. Wat we eerst gaan doen. Wat we daarna gaan doen. Ik vind het stom dat we niet in die auto kunnen. Dat is ook 4-persoons game. Waarom moeten we... Dat is 4 personen, dat is genoeg. Oh, dit ding remt gelijk af, joh.
Het ding remt echt gelijk af. Dat is echt erg. Zo gauw als die ook maar iets in het zand komt. Je bent een SUV. Je hebt zelfs een aluminium bodemplaat ding. Dat schiet op gassen met dat ding. Een gnoe! Gnoe, kom hier! Dat is geen gnoe, eigenlijk is een rendier, maar ja. Dat is een Bambi, maar... Het is leuk om dat ding uit te schelden voor gnoe. Gnoe! Zo, double kill. Daar is een bot, daar is een bot. Oh, die moet traffic kapot maken, ga maar. Dat was wel zo'n bot. Dat was zo'n rood bot, maar... Trevor moet die kapot maken en niet Franklin, dus daar hebben we er niks aan. Spijtig genoeg. Dat is wel jammer op zich, vind ik. Maar ja. Mij niet uit. Kunnen we die pick-up? Oh nee, die hebben we een keer gehad, dan kun je niet. Ik vind deze ook niet mooi trouwens, maar oké. What miracle did you want me to perform? Miracle nog wel, nou. Doe je best. Bumpers, off-road bumper. Engine upgrades, ja. Ja, dan mag gewoon de truck horn. Xenon. Yellow and black. Respray. Het is ook echt gewoon een lelijke auto, vind ik, maar oké. Okay. Mentals. Wat doe ik niet mooi op? Gewoon matsvat. Of maken we hier een rare auto van? We maken dit dus een getaway vehicle. Fuck it ook. Oh, is dat er niet? Game, oké, dan gaan we naar Metallic. Die heeft dat wel als het goed is. Dank u, dat zocht ik dus. Dat moeten we niet hebben. Maar we moeten hot pink hebben. Bam! Wat prachtig mooi. De roof, een roof rack. Sowieso moeten wij een roof rack hebben. Skirts, sidesteps, ja ook zeker. Suspension, lekker laag natuurlijk. En dat werkt voor geen 1 meter in die auto. Turbo, om wat sneller te maken. Natuurlijk SUV wheels. Oh my god, wat lelijk. Even kijken, dat is helemaal lelijk. Dat is ook afschuwelijk. Dat gaat nog, dat is... The fuck is dat jong, iced out, dat lijkt op diamantjes. Jesus Christ, wat lelijk. Oh ja, pak ik deze wel. Dat zijn de mooiste nog, vind ik. Weird colors, wat? Natuurlijk. Oh nee, niet zwart. Dat is maar één kleur wat het kan zijn. Please back. Ja, dank u. Wheel accessory, custom. Retina. Past het beste erbij. Windows, limo natuurlijk. Willen wel niet gezien worden eigenlijk. Kijk eens, wat een Barbie-mobiel. Woehoe, oké. Okay. Nou moeten we dus nou ergens bij het FBI-bureau in de buurt neerkeilen. Als getaway vehicle. FBI-bureau is hier ergens. Ik weet het niet meer waar dat kring was. Hier volgens mij ergens. We gooien hem gewoon hier ergens aan het spoor langs. Dat is namelijk een rustige plek. Laten we het zo gaan dan. Moet je een rustige plek hebben ook. Nou, dat is een rustige plek. Dat weet ik zeker. Het is niet zo heel ver rijden, dus dan is het helemaal prima. We hebben een prachtig mooie auto. Ik vind het jammer dat die middels de lampen niet werken. Dat zou echt mooi zijn, maar ja, dat doet het niet. Helaas. Het ding is echt, hij valt wel op. Het is wel een opvallende getaway vehicle, vind ik. Klein beetje maar ook. Valt maar een klein beetje op. Gnoe! Het zijn dezelfde drie gnoes weer, die zijn weer gespawnd. Waar ik er twee van dood had gereden. En ja, ik weet dat het zijn gewoon hetten, maar dat maakt niet uit. Op weg naar de getaway vehicle plaats. Hij blijft leuk. Ik weet niet waarom. Een vrachtwagentoeter blijft leuk in die game. Dat komt tenminste een beetje aan. Heb ik het idee. Zo zo'n oprotten. Op die manier. En zo'n gewone toeter. Dat is gewoon zo'n tuut tuut. Hallo. Aangenaam. En dit is tenminste zo van move bitch get out of the way.
Zo komt het op mij tenminste nog over. Hey, kijk, een helikopter. Die kunnen we wel gebruiken. Niks aan de hand. Kijk, we hebben een hele sterke voorkant. Zie je dat? Ah, oh, nee, één lampje is kapot helaas. Beetje jammer. Nou ja, maakt niet uit. Oké, andere lampje nu kapot? Nee, nog niet. Ja. We moeten hem ergens verstoppen. We gaan dat hier ergens doen. Het FBI-gebouw is hier in de buurt namelijk. We gaan dat hier in dit steegje doen. Even alles omgooien. Oh, sorry meneer. Right, telefoon, contact. Ah, too close. Serieus. Wat een onzin is dat nou weer? Bus, move, bus. Alright, dan flikkeren we hem. Hier neer. Mag dat? Mag die hier wel staan, game? Near the heist planning area. Goddomme. Nou, dat is ook weer te dicht, want daar is Lester zijn ding. Damn you, game. Echt. Waar gooien we hem neer? Hier dan maar. Dit zou toch goed moeten zijn. Hier moeten we niet zeuren. Niet zeuren, game. Law enforcement agency. Fuck, fuck. Sakes, hoe moeilijk is het om ergens een auto neer te keilen, game? Want hier is de dichtbij is die dingen. Nou, dat klopt wel. Maar. En dan gooi je hem hier neer, is dat beter? Fuck off. Het is totaal geen plek voor die auto. Oh, instappen in onze roze pinkmobiel, Barbie-mobiel. Oké, okay, weten we dat ook weer. Too close. Oh, nee. Ja, waar mag dat kudding wel staan, game? Hier dan. Onder de brug. Mag dat? In de bosjes. Dat is een perfecte plek, game. Nou, niet moeilijk gaan doen, alsjeblieft, dankjewel. This location is on the road. Goddammit, dit is helemaal niet op een road, jongen. Dit zit godverdomme midden in een rimboe. Nou, hier dan. For fuck's sakes. Dit is ook op een road, maar niet op zo'n road. Come on. This location is on the road. Bakjes. Hier, perfect. Een fucking parkeerplaats. Nou, ga je nou nog janken, game? Please, stop met janken en oh nee, niet Barry bellen. Fuck off met Barry. To public, god damn it! Oh. Is er nog de public dan? Hier is niemand. Hier is helemaal niemand. Parkeer hem zelfs nog netjes. Hij moet het echt een steegje hebben. Volgens mij is het de verkeerde kant op. Ik moet meer in de stad zijn, denk ik. Oh, oké, okay, dit is nog steeds de public. Alright, nieuwe planning van Fox Shakes. Game, ik word agressief van jou. Daar hebben we een steegje, dat is perfect. Klaar, dat steegje, done. Game, bakkers houden. Niet zeuren als ik hem in dat steegje zet, anders ga ik huilen. Heel hard, en dat wil je niet, game. Ik ga nu ook al huilen, want onze getaway vehicle is niet meer zo mooi. Als die was. Maar hij rijdt nog, dat is het belangrijkste van de getaway vehicle. Hij hoeft niet mooi te zijn. Dat was hij ook al niet. What the fuck?
What the hell? Hoe krijgen we dat voor elkaar, game? Hoe krijgen we dat voor elkaar? We zijn eigenlijk de hele fucking part bezig met één fucking getaway video. Dat is echt gewoon een ramp. Hier. Dit is wel even weg misschien. Nee. Maar valt hem mee. Mag hij hier staan dan alsjeblieft? Alsjeblieft. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Nee, ik wil de vehicle storen. Hangout. Nee, ik wil niet hangout met Michael. Fuck off. Ik wil vehicle, getaway vehicle. Hallo game. Hij moet dichtbij in de buurt van de dingen zitten, maar weer niet te dicht en niet bij dat en niet bij dat. Damn. Wat gewoon gek van die getaway vehicle, jongen. Wat er gewoon helemaal jak van in mijn kop. Zie wat je hebt gedaan, game. Ja, for fuck's sakes. Meneer, ik zou daar weggaan als ik er was. Close call. Getaway vehicles, ja, nog perfect in orde. We weten dat dit ook weer niet mag. Please. Oh, too close. Ik had er helemaal gek. Game. Ik krijg tyfus. Echt. Oh ja, flikkeren we hem daar neer. Als dat niet te dichtbij is. For fuck's sake. Move. Anders rijken jullie allemaal dood. Is een construction area. Is dat slim? Nee. Do I care? Nee. Fuck off. Hier, voor de pionnetjes. Perfect geparkeerd. Mag het hier? This location can be used for a getaway vehicle. Haha. Einde. Fucking lekker hoor. We hebben het gevonden. Godverdomme. Dat heeft me lang geduurd. Lester, I got us that getaway car for when we come out the bureau. Alright, give me the location. P.O. Box Hill. Good, good. Well, that's everything. I just need to show Michael something and then this job is a go. Alright. Perfect. Ja, met je bike is aan. Normaal high club. Oké, okay. Getaway vehicle, hè. Yeah. Diepe zucht. Dat duurde veel, maar ook veel te lang. Mag ik met de left naar boven? Nee, dat mag ik dus niet. Kut, sorry. Kunnen we hier niet overheen klimmen? Nee, dus. God damn it. Ah, even kijken. We hebben alleen die kutdinges nog, wat me niet boeit. Dus we gaan daar. Hey, ik moet gapen, boe. We gaan naar Mike. Oh, naar Michael toe. Naar Michael. Hallo, dank u. En dan kan de heist beginnen. Na de Solomon missie. Maar we gaan eerst naar de movie studio. Als dat wil. Ik wil tenminste eerst naar de movie studio als dat mag, game. Ja, we zitten in ons huis, dus perfect. Ben benieuwd. De kinderen en alles is er weer, hè. De familie, Hall en de family is er weer. No, Angel. Don't be silly. I'm not smoking. I'm meditating. Aha. iPhone erin. En daar zijn we dan.
Waarom ben ik dit aan het doen? Dat is een hele goede vraag. Waarom zijn wij yoga aan het oefenen? Nee, dat was alweer genoeg. Ja, quit yoga. Oh, yoga. Quit yoga. My man, hey, your dad's back. Er is niemand hier. Hij is heel blij, your dad's back. Maar niemand is er. Amanda. Crystal. Listen, Mike, I'm so glad we're back together and making go of things. After everything. Even kijken hoor. After everything I've been through, I just couldn't give up on our family. Yes, you're awful and clearly you're never going to change, but I guess I want to bury you when the time comes as your wife. Please stop cheating on me, please stop hanging out with those people, and please stop getting into the kind of trouble you're getting into. Go back to being the fat, depressing slob in therapy I loved. Okay, be the best you. That's what they say on Listen In. So do it, or do something positive, set an example to the kids, a better example. Listen, I really think we should remodel the house again, nothing expensive, what they call a quick gut. I should really solidify our, relationship. Either that or get a beach house. Think you find the sea very calming. My darling wife, hear you, I'll continue to do my best, no house remodeling or beach house just yet though. Please. Let's focus on getting the kids out of the house and gained fully employed first. Dat is ook wel een goeie, ja. Laten we zorgen dat die kinderen fucking werk krijgen. Oh, we hebben ook twee berichtjes, andere berichtjes. Don't forget to set up a getaway. Ja, ja, dat hebben we al. I've been looking into the Chip Peterson thing. I might have something. Oké, dat is prima. We kunnen ook deze telefoon aanpassen natuurlijk met de achtergrond en shit. Op dezelfde manier, profile, ringtone. We gaan geen kipje doen. Thema blue, green, grey, orange natuurlijk alweer. Dat hebben we toen gedaan. Vibrate stond off. En dan doen we om. Done. Klaar. Even kijken. Is Jimbo in zijn kamer? Nee, ook niet. Waar de fuck is iedereen? Hey, Sugar Plum. Ah, Tracy. Daddy, I'm in trouble. Wow, for fuck's sakes. Money? Drugs? Your mother. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Alright. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Aha, hij gaat dood. Even kijken, go to Tracy. Tracy, oh Tracy, waar zijt gij Tracy? Daar, oh daar, bij de gunshop. What the fuck doe jij bij de gunshop? We pakken een man als car mee, als dat kan. En die rijdt wel fijn trouwens, wel fijn af. Ja, jij moet je bakkers aan. Met je fucking piece of shit. Tudut. Weer een SUV. SUV's proberen mij altijd dood te krijgen. Altijd. Wat hebben die tegen mij? Tracy heeft ook echt zo'n hipster auto weer. Let's see wat if we leuk. Can find him. We should try over at Hawaiian Snow for him. We're looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what name. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Purple. Hey, what are dads for, huh? I mean, other than giving you money, put a roof over your head, speaking to guys who ridicule you on TV. Passing out drunk. Freaking out when a cop car drives past. I get it. I get it. Alright, daar gaan we dan. Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site.
Waarom de motel? What the fuck ben je allemaal aan het doen, Tracy? At a signing? What are you signing? A plot petition? Well, you better not be taking out credit like your brother. Not credit. Tracy's muziek is echt gewoon van de wijven muziek. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Rockford Plaza. De Clucking Bell, jou heb ik gemist, de Clucking Bell. Vroeger konden we hier nog naar binnen. Game. En nu kunnen we niet meer de Clucking Bell in. Wat was dat voor corrupte bende? My baby girl's a celebrity with her very own stalker. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Ah, purple car, that's him. Fuck, he's on you. Let's go! Stop de stalker's car. Ik wil eens weten of het convertible is. Oh ja, met de creepers. Seriously, I didn't know she already had a sugar daddy. Jij bent gewoon een oude vuile pimp. Get back in Tracy's car. He's out of the car. Yeah, no shit. I get it. I'm going. I'll never come back. Oh ja, sowieso. Jij komt nooit terug inderdaad. You killed him. Ja, dus. Dus. You just killed him. I can't believe it. Wat had je anders verwacht? Wat had je anders verwacht, kut? Het enige wat we kunnen is killen. I can't believe you did that. What? We had to be sure. I just wanted you to to him. Oh. This was infinitely more persuasive. He never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Grow up, baby. It's time you got sick. Oh, sorry. You're a danger to yourself and others. Oh, yeah. Serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess he really scared me, but I didn't want. Well, then pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right. Denial kind of works for me. Good. So that's my girl. Now, please try to make better choices. Inderdaad, good. Thanks, Daddy! Oh my god. Wat een familie is het ook. Genius, dat zeker wel. Maar wij gaan naar Solomon toe. Doding Dad. Wij gaan naar Solomon toe in de volgende part en daarna gaan we bezig met de heist. Dus ik zie je weer in de volgende part. Als je het leuk vindt, laat een groen duimpje achter natuurlijk. Zet hem in je favorieten en deel hem met je vrienden. Ik zie je in de volgende part weer. Laters.